Door de nieuwe unificatiekoers is de prijs van brandstof vandaag bij de pompstations enorm gestegen. Het tarief van unleaded gasoline is 10,88 SAD geworden en voor de diesel is dat 10 SAD en 33 cent. De nieuwe wisselkoers is 14,29 SRD voor de US dollar. Tot nu toe werd brandstof ingevoerd op basis van 7 SAD en 52 cent voor de US. De dramatische verhoging zat aan te komen, zegt Sirojini Yanki, voorzitter van de Surinaamse Service Stations Exploitantenbond. Op 23 augustus was de pompprijs reeds verhoogd naar 7 SAD en 46 cent voor een liter benzine en 7 SAD voor diesel. Volgens Mark Goede, directeur van Sol Suriname, heeft de verhoging voor veel vertraging gezorgd bij de Sol-pompen. Goede legt uit waarom Sol haar prijzen moest aanpassen. De prijzen aan de pomp zijn vandaag gewijzigd vanwege de doorwerking van de unificatiekoers en de pompprijsberekening. De pompprijs wordt vastgesteld door het ministerie van Economische Zaken. En de oude prijs die was berekend op basis van de oude koers van 7,52. En de nieuwe berekening is op basis van de nieuwe koers van 14,26. En dat heeft natuurlijk een prijsverhogend effect gehad. De Solstations die waren vanochtend gesloten omdat de pompprijs verandering moest worden doorgevoerd. En toen bleek ook nog dat we een kleine interne uitdaging hadden. En de pompen moesten herprogrammeren om de nieuwe prijs te displayen. Tot zover Mark Goede, directeur van Sol Suriname. We spraken hem vandaag na de drastische verhoging van de benzineprijzen. Goede verwacht met deze verhoging een terugval in de verkopen bij de pomp. Het tarief van unleaded gasoline is nu 10 SAD en 88 cent en voor diesel is dat 10 SAD 33.